Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag, zoals jullie kunnen zien, speel ik Lego Avengers. Normaal gezien ging ik vandaag een Fortnite video maken, maar omdat Fortnite bijna dood is, zal ik geen video maken over Fortnite. Ik ben er nog twee of drie van plan om te maken, maar dan is het gewoon stoppen ermee. Waarschijnlijk nog een Season A video, maar misschien daarachter niet meer. Maar zoals jullie kunnen zien, jongens en meisjes, ben ik Ant-Man en dat is omdat ik een heel leuk idee heb. We gaan even naar de ruimte dat ik het kan uitleggen. Dus je ziet Lego Avengers, dat hebben jullie waarschijnlijk al gezien in de Brick City video. Ik geloof aflevering 32 misschien. Dus dat ik dit spel had gekocht. Ik heb nu al het verhaal gespeeld. Maar de side missions of de side levels heb ik nog niet gedaan. Zoals hier de Helicarrier. Well, dat is gewoon de Helicarrier, maar is dat de plaats of is dat een level? Even kijken. Dat is een level, dus dat is een level. Ik heb niet alle levels compleet. Eigenlijk geen één, maar oké. Dus je hebt hier nog een Avenger verzameld, dat is ook nog een level. En dan heb ik hier een level van Ant-Man, dus vandaag gaan we die spelen, dus let's go. Misschien elke woensdag een Lego Avengers video, ik weet het niet, maar... Weet je zeker dat je naar Ant-Man wil gaan? Uiteraard. Remember last week when I had to bail from the ballet, bro? And you know how much I dig my man Prokofiev and his unorthodox use of harmonies. Well, my boy Scotty was coming back to town, and I had to be there for him, you know? Just like he was for me and stuff. Anyway, I'm like, there's a sweet gig I got lined up with some friends of mine, bro. But he's all like, are you for real right now? No way am I gonna be some loser bad guy no more. Nice. Jongens en meisjes, als jullie Ant-Man 2 hebben gezien, dan weet je wie deze wel meneer is. Deze twee meneeren eigenlijk, wel, dat is Scott Lang en Scott Lang is Ant-Man. Maar de andere meneer is, ik ben even zijn naam vergeten, maar straks ga ik waarschijnlijk met hem spelen of zo. Denk het wel. Ja, Ant-Man. This dude named Cross wants to use the tech and make suits called yellow jackets and sell them to major interessant. Like take over the world, Shady. So me and Scotty, we hit a pimp tech so he could stop him. So yeah, let's go. And I was in the system, man. So yeah, we're an Ant-Man, tough top, and that's the yellow jacket. So nice, and that is Louis, zo noemt hij dude. Ja, dit is echt een grappige dude. In de film, ik heb ze alle twee gezien, de Ant-Man 1 en Ant-Man 2. En ik moet zeggen, Ant-Man 2 is waarschijnlijk leuker. Maar ja, ik bedoel, je moet er voor Ant-Man zijn. Ant-Man is een van mijn favoriete superhelden. Met Star-Lord, Spider-Man en dat zijn eigenlijk de top 3. En Ant-Man kan dit doen. Oh, dit was het niet. Kan dit doen. Yo, ja, nu wordt hij gewoon een grote Ant-Man. Dus Enterman wou ik zeggen. Dat is niet de bedoeling. Maar dus laten wij doorgaan met het level. Dus we moeten dit even scannen. Dus dat is easy peasy, nice and cheesy. Access granted. Nice. Dus we slaan dit een beetje. Want natuurlijk moeten we ook munten verzamelen. Nice, en blue minty. Een blauw minty, lekker. En hier hebben we Ant-Man voor nodig, dus ik pak... Als ik iemand van Hydra zou hebben, kan ik dit activeren, maar dat heb ik niet. En stel dat ik bijvoorbeeld elke woensdag een Lego Avengers video maak, dan gaan jullie waarschijnlijk wel informatie krijgen van wat is die Hydra dingen daar. Maar laten we hierin gaan. Oh my god. He explained that even though he was small, he was still like mad strong, you know? And he explained it for like an hour, but I was thinking about smoothie machines. Oh, smoothie machines. Nice, dat is lekker. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk maken we nu gewoon een computer kapot. Of iets technologisch. Dus laten we het maar kapot maken. Let's go, jee. Ah, we hebben niets gedaan. En daar zie je nog wat mieren van ons. Onze maten. Dus wij hebben dat open gemaakt en dan... voilà. Dus eigenlijk kan je gewoon op cirkel drukken en dan word je aanzet kleiner en groter. Dus, nog een yellow jacket. Oeh, een camera. He had major beef with Scotty, you know? And he locked the whole place down to try to stop us. But we can handle it. We're professionals. Oké, like professionals, oké.
Dus we gaan hier direct al moeten vechten, maar eerst wil ik nog wat munten pakken. Even groot worden, please, ja. Weet je, we gaan ultra groot worden. Let's go. Jeetje. Oh my god. Ah, en dat is ook voor een minikit, dus nice. Oei, oei, oei. En nu hebben we maal 4 multiplier, dus alles dat we breken is nu maal 4 of maal 3 nu. Dus ik wil graag maar... Ja, oké, okay, view. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik hit Lewis, dat is niet de bedoeling. Dus ja, laten we dit nog kapot maken. Wat kan Lewis eigenlijk? Lewis kan fluiten, nice. Ja, oké, okay. En wat kan hij nog? Hij heeft smoothies, dus oké. Okay. Wat kan dit? Alleen personages met geluidsspelen zoals Hawkeye of personages met andere luidruchtige vaardigheden kunnen voorwerpen van legoglas vernietigen. Oké, okay. Hawkeye hebben we nu niet, maar misschien later als we de 100% walkthrough doen, sorry. Dat is dan als we 100% alle levels doen. Dus access granted. Nice. Gaan we weer Ant-Man. Joep. This place was full of high-tech gear, like straight-up stuff from the future. And if anyone could get it to work for us, Scotty could. Bla. Oh, en ik ben nu terug. Lewis. Nee, dat is niet te bedoelen. Doet hij nu de combo? Oh, oh. Oh, 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 oh. Nooit, we hebben, we maken dit, even kijken, dit is een hacking device, dat kunnen we ook wel doen. Oh, ik weet niet waarom mijn stem in zo raar werd, maar oké. We kunnen ook dit doen, maar laten we eerst dit doen. Kunnen we dit doen? Nope. Oké, dan niet. Maar geen probleem, we kunnen hopelijk dit doen, ja dat kunnen we. Dus Ant-Man kan hacken, of ja. Ja, hacken, min of meer. Oké, dus eigenlijk als je Hawkeye zo hebt, kan je makkelijker hierin, dus. Oké. Okay. We hebben Lewis nodig. Lewis! Witte gij dit even aan het grendelen. Access granted. Ja. Pew, 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 pew. Oh, munten, munten. Oké, okay, nice, 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 nice. Ant-Man, wees klein, dankjewel. Ah nee, een storm. Ah, dat is niet goed. Oké, okay, dus we kunnen daar niet in, want er is storm. Dus Lewis, ga even dit doen, dankjewel. En het storm is weg. Oké, okay, nice. Bliblop, bliblop. Oh nee. Ah, dus het is met tijd. Dus we moeten snel zijn. Oh nee. Scott, kom aan, kom aan. Yes, net op tijd. Nice. En dit kunnen we maken. Even kijken. Oeh, een autootje of zo. Wat is dit? Hmm, interessant. Boef. Is het kapot? Oké. Okay. Wat doet dit? Ik hoor Stan Lee. Stan Lee, waar ben je? En dus, ah, Lewis raakt daar zo op. Oké. Okay. Dan hebben we Lewis nodig. Dus voor zijn target. Diep. Oké, okay, nice. Oh nee, nog meer slecht trekken. Ant-Man, waar ben je? Maat, vriend, joep. En Ant-Man is sneller als die klein is, dus dat is tof. Oh. Hey, kijk daar, Ant-Man helm. Ant-Man, sla je eigen vriend niet, kom aan zeg. Oké, okay, dus kunnen we dit kapot maken? Nee. Oké. Okay. We maken dit kapot, want oké, okay, voilà. 3 op de 5. Ik ga niet echt voor minikits, denk ik. Wij kunnen hier niet met deze dudes handelen. Want wij hebben geen mind manipulation. Ja, dat we
de minds van anderen kunnen manipuleren. Dus bijvoorbeeld een karakter Vision kan dat, geloof ik. Loki kan dat. Loki kan dat 100%. Maar je kan dan dat goud wegdoen. Allee, goud kan je dan weghalen met Iron Man. Dus nice. Maar dat doe, dat doe ik uiteraard bij de 100% walkthrough. Dat ik dan alle minikits en alle gouden blokken ontgrendel. Als ik daar een video van moet maken, dan laat het achter. Jeet, en nog één slechterik. Nice. Er zit Stanley hierin. Stanley, waar ben je? Stanley zit hier waarschijnlijk in. Waarschijnlijk daarin. Of nee, dat is voor de karakter. Een minikit zit daarin. Oh, oké. Okay. Maar daarmee kunnen we nu niet handelen, want we hebben niet Hawkeye. Oké. Okay. Krak. Oké, dus Lewis, je kan dit. Boom. Oké, pak ik beste munten op. Hiermee kunnen we iets maken. Dus hendel of zo. Oh, dat was niet de bedoeling. Oké, okay, nice. Een Ant-Man. Floep. Oh, kijk even. Anthony. Is dat Anthony? Dat is de mier van Ant-Man. Als je dat nog niet weet. Dus wij zitten weer in de computer. Dus dat betekent alles kapot maken. Jippa. Ja, we kunnen dit kapot maken. Hey. Anders deze computer mag kapot. Dus ja, ik bedoel, het is toch van slecht trekken. Dus. Maar, het is... het is rood. Wacht, wat? Wat? Ik snap de code niet. Wat. Laat me eerst nog de dingen kapot maken. Dat ik kan kapot maken. Zoals deze dingen. Oh, dat is niet de bedoeling. We kunnen hier niet groot in worden. Dus dat wou ik proberen. Of hier groot kunnen in worden. Maar dat is nee dus. Dus laat me even kijken. Wat is het? Het is rood, groen, blauw voor te ontgrendelen. Maar het is groen, blauw, rood voor te... Misschien is het... Wat? Misschien langs hier of langs de andere kant. En dan... Dit moet daar. En dit zo. Ah, nice, ja. Dus eigenlijk was het gewoon omgekeerd toen, dus oké. Okay. Nice. We hebben niets geactiveerd. En ik zag er nog een blauwe munt en een minikit. Maar we kunnen niet vliegen met Ant-Man, dus dat kunnen we niet... ja, dat kunnen we niet doen. En dat blauwe muntje was daar en die hoek daar. Maar daar kunnen we niet in, want we hebben Loki niet. Dus oké. Okay. Op en away. Nice. Lekker deuntje. I'm sorry, I was thinking about the elevator music. Oh. It captivated me. We made it. Okay. Once we got nice. The security systems around the chamber, it was time to show some of Scotty's new bomb moves to that cross dude. En dat is een slecht trick van de film. Maar er zitten hier gelukkig geen spoilers in, want dan zou ik een bijen zeggen van hey, in deze video zitten er spoilers. Maar ik bedoel niet echt spoilers. De drie personages, die ken je eigenlijk als je de comics hebt gelezen. Hey, True Avengers. Als je de comics hebt gelezen, dan weet je wie Ant-Man is. Of je weet gewoon wie Ant-Man is. En wie dat, misschien Yellow Jacket is, misschien niet. Maar dat is gewoon een slechterik. Zoals ik kan zeggen, Ultron is ook een slechterik. Ja, dat is niet zo erg. Hopelijk. Dus dit kan Thor doen, dit hier, met zijn bliksem. Hey, blauw muntje. Ja.
Jij. Ik hoor nee zijn en jij. Wow, wow, dat was raar. Of lawaai. Dat is van Jax Films, denk ik. Ja, dat is een YouTuber. Dus laten we eerst deze dingen nog kapot maken, want waarom niet? En maar eigenlijk hoeft dat niet meer, want we hebben True Avengers. Dus we kunnen dit ontgrendelen. Ik ga nu even niet die Yellow Jacket kapot maken, want anders krijg ik een minikit en dat wil ik niet. Oké, okay, nice. Access granted, sorry. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh jee. Je kan Ant-Man er niet meer in. Al oké. Okay. Misschien als we dit doen. Dan dit doen. Heeft dat één effect? Nee, dat heeft geen effect. Wat als we daarin gaan met Ant-Man? Misschien als we dit doen. Als we dit doen. Ah, dan zou het moeten lukken, ja. Jap. Ah, dus daar zit het probleem. Dus we moeten eigenlijk naar boven. Louis moet dan weer schieten naar onder. Ah, oeh, dat is wel een leuke kleine puzzel. Oké, dus wat moeten we hier doen? Tegen slaan? Ja, tegen slaan. Oké, wat moeten we meer doen? Gewoon slaan, oké. Oké, dat was makkelijk. So, turns out Cross put on that yellow jacket suit. And it's like fresh tech, bro. I mean, Scotty's suit can't even fly. Ja, dat is waar. Scott, zijn pak, alleen van Scott Lang of van Ant-Man, kan niet vliegen, uiteraard. De Wasp kan dat wel. Want, ja, zij kan dat. Dus laten we nu de boss battle doen. Of zou het de boss battle zijn? Ik denk het wel. Oh. Het is geen boss battle, maar het is gewoon een battle. Oké. Okay. Ik vind Louis gewoon zo grappig, want hij heeft zo commentaar van ja en pam en poepoe en bam. Dus gewoon XX. Dus ben ik juist bezig, want ik volg Hans dit op dezelfde manier. Oh. Ja. Jop, en hij is weg. That's how it went down, cuz. So Ant-Man, he got all ambushed and stuff. But my man, you know, he managed to fight his way out. And he let that dude have it, you know, like bam, bam, bam. And with some help of some like really skilled people, you know, he saved the day, man. En dat is zijn dochter, by the way, als je dan niet zou weten. Anyways, een klein meisje. I'm late to meet my cousin Ignacio at the museum. Ja. Ga maar naar je neef. Ant-Man level voltooid, vrijspelen ontgrendeld. Dus ja, dit was wel een redelijk tof level. Moet ik eerlijk zeggen. Misschien hebben jullie ervan genoten, jongens en meisjes. Of hopelijk hebben jullie ervan genoten. Ik heb 2 trofeeën gewonnen, maar misschien zien jullie die niet. En een grotere haal bestaat niet, is 1 daarvan. We hebben een True Avengers, dus daar ben ik blij mee. It's nice. Excelsior. Stanley. Volgende keer misschien. 0 minikits. Dus ja. 2 gouden blokjes. We gaan verder naar hopelijk ergens. En het is naar Washington. Of naar New York. Of Manhattan, sorry. Jongens en meisjes, hopelijk heb je van deze video genoten. Geef een like. Abonneer nu beneden. Klik op het badge dat je nooit de video mist of vergeet. En willen jullie meer Lego Avengers video's? Laat het achter in de reacties. Dan zie ik je allemaal later. Een dikke, vette doei.